dus het lijkt me te handig. Nee! Oh, ik wist dat hij pursuit had en alsnog kut. Nee, wat heb ik ze net gedaan? Ik ging naar haar uit, omdat ik dacht, zij is ghost type. Het probleem is, hij heeft pursuit, dat is super vet tegen ons. Hallo mensen van GamersB, welkom bij een goed nieuwe aflevering van Pokémon. En vandaag sta ik voor deze coole Drifloon encounter. En we hebben geen idee wat het gaat worden. Ik ben hier trouwens live deze Drifloon aan het vangen. Niet meer als jullie dit zien, toen was het niet meer live. Dat is een minpuntje. Maar ja, we gaan eventjes gauw ons team bij langs. Want er is wat gebeurd voor de aflevering natuurlijk. Dus het is ook wel best handig om ja, ons team bij langs te gaan. We hebben natuurlijk Lucky met de moves Scratch, Rock Smash, Mudshot en Faint Attack. Dan hebben we Boner, onze Marowak met Falsoid, Bone Club, Headbutt, Boomerang. Dan hebben we Isabella de Frostlass met Icy Wind, Wake Up Slap, Double Team, Omnius Wind. Dan hebben we Sean de Blasters met Rapid Spin, Vacuum Wave, Bite en Water Gun. Dan hebben we IJssel, onze Pillowswine. Onze Pillars Ryan, ja, met Power Snow, Cut, Mudbomb en Pack. Dan hebben we het bommetje, onze Fortress met Rapid Spin, Bite, Fly en Spikes. Bam! Zo, dat was best snel, Sander. Dat valt wel mee. Oké, ik ben heel slecht met Cry, zeg maar, van Pokémon. En toen was het zo van... Oh, wauw, dat is best nice. Dat is oprecht best nice. Ik wil deze hebben. Nee, oprecht, ik wil deze echt hebben. Dat is wel fucking... Oh, ik wil haast Rock Smash doen, maar ik denk... Gaat dat hem killen? Nee, toch? Dat is lastig. Het is een Ursaring, dus je zou zeggen, nou... die. Maar we zijn wel 6 levels hoger. Ik ga... Rock Smash is ook niet heel sterk, toch? Oké, we gaan gewoon niet risky spelen. Ik wil deze echt heel graag, eigenlijk. Want wij hadden hier voor. Kijk, dan doe ik IJssel eruit. Want we hebben al ground en dinges. Dan denk je, ja, maar Sander, je hebt ook al normal. Ja, maar Ursaring is gewoon fucking power volgens mij. Dus Rock Smash. Als hij dit niet overleeft, dan hoef ik hem ook niet meer. Eigenlijk wil ik hem dan wel. Nee. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed, jongens. We gaan hem vangen. Ik zweer het je. We hebben volgens mij niemand die status dingen kan doen. Dus dat is een beetje jammer. We kunnen nog wel een keer Rock Smash. Hopen dat hij niet crit. Dan zijn we echt fucked. Ik dacht echt eventjes dat het een crit zou zijn. Je weet het maar nooit, hè. Je weet het nooit. Oké, Faint Attack. Dat doet niet heel veel. Hebben we mensen met healer? Ik heb ook net alle moves opgenoemd. Nee, volgens mij niet. Dus wij gaan gewoon die Great Balls gooien. Gee. Nestball, wat doet dat? Somewhat different Pokémon. Wel een weaker Pokémon in the world. Nou, hij is zeker niet zwak. Dus we gaan gewoon een greetballetje gooien. Want, ja. Dat is mooi. 1, 2, 3. Hebben we hem in één keer? Ja! Yes! Ik noem hem wel Gummybeer. Of zo. Ik weet niet hoe je dat schrijft, maar... ik weet wel dat het ooit zo'n liedje was van... ik weet niet. Ik ben heel slecht met lyrics van dat lied. Ja, er was zo'n liedje over... Ik ben een gummybear of zo. Ik weet niet hoe dit gaat, maar zoiets. Weet je wel. En dat was echt een heel dom lied eigenlijk. Maar, hè? Het kan altijd erger. Dus, ja, dat. Nou, hebben wij... nu... kunnen we gewoon met Fortress terug naar Castellia City, waar we ook... Of Celestic Town bedoel ik. Castellia? Wat is dat, Sander? Geen idee. Nee, daar gaan we dan gewoon naartoe terug. En ja, dat is prachtig. Prachtig, dan gaan we daar mooi trainen. En dan zie ik jullie terug met een getraind team. Dus tot zo. Hallo mensen van GamingSB, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Diamond Nuzlocke Randomizer. Oké, ik heb één klein probleempje. Ik heb tegen deze vrouw gepraat. Trouwens jullie, ik doe het intro, maar jullie hebben al een intro gehad, want jullie hebben gezien hoe ik Gummy Bear heb verkregen. En ja, we hebben wat getraind. Ik ben nog niet heel erg hoog. Maar wat ik van plan ben, is om niet meer te streamen eventjes.
qua trainen. En dan doe ik gewoon. Ik ga even hier tegen praten. Maar wat ik dan doe is gewoon even. Vanaf nu doe ik gewoon elke dag. Eventjes ga ik naar die. Hoe heet dat? Dat restaurant. En dan kan ik daar elke dag. Als het goed is, kun je daar elke dag trainen. En zo wil ik meer experience krijgen. Dat zal minder lang duren dan dat ik ga streamen en zo. En ik hou natuurlijk altijd de opname aan voor als er iets gebeurt. We gaan Vacuum Wave doen, denk ik. Ja, dat lijkt me wel handig. Oh, dat deed helemaal niet zo heel veel. Ik had gehoopt op meer. Hierna, volgens mij krijgen we hier straks Surf. En dan kunnen we naar de zesde stad toe. En dan kunnen we ook weer nieuwe encounters krijgen, bedenk me net. Yes! Dat hebben we ook nodig, want we hebben heel veel dezelfde. En nu komt Bidoo natuurlijk, want hey, yo. Die hebben we net verloren natuurlijk, hè, vorige aflevering volgens mij. Of, ja, nou, we hebben hem redelijk snel verloren. Oké, we hebben geen Bug-type move, maar we hebben wel Fly. En dat is natuurlijk heel handig tegen een, hoe heet het, Grass-type Pokémon. Dus ja, dat vind ik mooi. Ik moet eigenlijk ook nog eventjes kijken hoe hoog de gymleader is. Ik denk dat we beter eerst Iron Island kunnen doen. Want ja, dat is gewoon goede training. Dus ik denk dat we dat eerst gaan doen. En dan krijgen we ook Pokeballs en zo. Zeg maar, die Pokeballs die je op kunt pakken, wat dan gerandomized wordt. En krijgen we nu al. Nee, we krijgen nu eerst de Old Charm. En wat moeten we daar dan mee doen? Oké, nou, het zal wel. Volgens mij moet ik ook nog hierin, toch? En dan geeft ze me surf als het goed is. Of heb ik al surf inmiddels? Nee, toch? Wacht even hoor. Volgens mij moet ik hier tegen praten en dan krijg ik surf. Ik hoor deze game te kennen, want ik heb deze game echt vroeger kapot gespeeld. En dan denk je van, Sander, jouw favoriete Pokémon game is toch Heart Gold, Soul Silver? Ja, dat klopt. Maar dat vind ik leuker, maar ik heb deze meer gespeeld. Dus op zich is dat mogelijk. Want anders was het niet zo. Ik zei toch, we krijgen surf. Als het goed is, weet ik wat ik moet doen dus. Ik zeg met nadruk, als het goed is. Want het is meestal nooit goed bij mij. Nee, mijn geheugen is oké. Okay. Laten we het daar ophouden. Oké, we weten allemaal de story eigenlijk wel, denk ik. Ik bedoel, we hebben deze games tientallen keren op YouTube kunnen zien. Dus als je het nog niet hebt, dan kun je ten eerste altijd nog meelezen. Dan moet je wel snel zijn, maar hey, je kunt ook op pauze zetten elke zin. En je kunt ook gewoon eerst een gameplay volgen van iemand die dat wel doet. Maar, oh ja, dan krijg ik geen credits meer. Hebben we ook al Fly? Ja, tuurlijk hebben we ook al Fly. Ik zei, een paar minuten geleden heb ik Fly nog gebruikt in battle. En dan zit ik nu zo van, hebben we ook eigenlijk Fly? Ja, Sander, dat heb je. Oké, nou, let's go to Jubilife City, where the grass is green. En eigenlijk is hier helemaal geen grass. Maar de girls are wel pretty. Ik kan niet meer praten. Sander, heb je ooit kunnen praten? Misschien. Nu is mijn vraag, hebben wij de Old Rod? Oké, we hebben geen Old Rod, dus ik denk. Oké, dan hebben we hier waarschijnlijk geen encounter gehad in het begin. Wat me raar lijkt. Maar op zich, het zou kunnen, want die gast die je daar zag, die fisherman, die geeft je een Old Rod. Zie, dat weet ik allemaal gewoon, omdat ik deze game vroeger kapot heb gespeeld. Ik denk dat Surf handiger is, want. Oh ja, we moeten wel eerst Surf aan iemand leren. Omdat dan. Hoger is, omdat dan het level hoger is. Ik denk dat we die voor Sean doen, want ja, Surf is gewoon een goede aanval. Oh, maar Water Pulse is ook wel fijn. Ik denk dat ik dan Rapid Spin wegdoe, want Normal Type heeft toch niet echt super effectief. En daar komt ook nog bij dat Rapid Spin helemaal niet zo'n goede aanval is. Wat moet ik nou doen dan? Moet ik gewoon. Ik moet toch Surf. This can be used until a new badge is obtained. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. We hebben Fantina nog niet verslagen. Tuurlijk. En die moet je eerst verslagen. Dan pas kun je surf. Ik was helemaal vergeten. Ik was die hele gymleader gewoon vergeten. Zo van, ja, Hartom zit hier. Daar zijn we al geweest, joh. Daar hoeven we nooit meer terug te komen. Fucking Fantina met haar domme contests. Ik vond die contests. Ja, weet je.
Ik vond het nooit zo. Het was... Ja... Het was niet echt mijn ding. Maar ja... Alsnog. Het weet je, aan de andere kant snap ik ook wel dat ze doen. Dit is 15. We kunnen trouwens ook... Dat is heel slim, Sander. Want dat is training. Verkeerd. En dan moeten we tegen iemand vechten. Dus ja, dat... En je kunt beter een trainer battelen. Want daar krijg je meer XP voor. Dus ja. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, ik vind het zo dom, hè. Ik vind die contest zo dom. Maar aan de andere kant snap ik ook wel waarom ze het doen. Want ja, het is fucking voordelig voor... Ik bedoel, voor... Ik denk dat meisjes eerder komen als je ook zoiets hebt, weet je wel. En het was ook altijd een meisje die met... hoe heet die? Ash mee reisde? Reisde, denk ik. Ik denk dat dat wel goed is. Dus ja, op zich is het ook wel logisch. En die, nou ja, die willen niet altijd vechten en zo. Ja, dus, ik weet het. Het is zonde. We gaan niet 2 doen. Want dan wordt het wel heel erg overdreven. Ik bedoel, ik wil ook niet de hele dag hiermee bezig zijn. Sander, je bent echt niet de hele dag hiermee bezig als je alles fout doet. Oké. We gaan gewoon... ik moet wel eventjes trouwens kijken. Want straks ga ik gewoon meteen in de goede... Vind ik op zich ook niet heel erg, maar weet je. Op zich duren deze battles niet zo heel lang trouwens. Als iedereen maar 1 Pokémon heeft, dan kan ik eigenlijk ook wel iedereen bevechten, bedenk me net. Ik bedoel, die andere gast had maar 1 Pokémon, maar ja, wel van level 30. Dus dat is dan wel weer een beetje tricky. Oké, een Krabby. Nou, we hebben geen Grass-type. Oh, nee. Dat is balen. Wat heeft Gummy Bear ook alweer voor moves? Ja, oké. We hebben niks super effectief tegen hem, hè? Nee. Oké, dan blijven we met Sean in, denk ik. Ja. En dan doen we Bite, denk ik. Bite is wel een goeie. Dat deed niet zo heel veel, maar hè. Oké, ik vind het best. Gewoon nog een keer Bite. Ja, weet je, ik vind de anime... Ik vind het wel leuk, maar... Nee. Ik weet niet. Ik vooral na Black and White vond ik op zich wel leuk. Het begon eigenlijk Black and White. De anime was wel goed. Alleen de karakters waren gewoon kut. Ik bedoel, die Iris mag wel weg van mij. Silent mag ook wel weg van mij. Ja, ik vond die karakters gewoon niet zo leuk. Maar voor de rest, met Team Rocket hadden ze het heel goed gedaan. Weet je wel, dat die eens in de zoveel en dat die echt... iets groots kregen, zeg maar. Ze kregen namelijk... Ze werkte echt een soort van met Giovanni, weet je wel. En dat is... Dat mis ik nu een beetje. Het is nu gewoon weer... Dat hebben ze... Gewoon van elke keer komt Team Rocket. Je weet dat ze verliezen. En zoiets... als wat je dan had, zeg maar. Hoe heet het? Zo'n... ik kan ineens niet meer op de naam komen. Waarom doe ik nu weer Rocksmash? Dat wou ik ook helemaal niet doen. Maar ja, Faint Attack. Oké, dat doet niet heel veel, denk ik. Wat is Croagunk ook alweer? Het is Poison Fighting, toch? Neem ik aan. Maar Fighting is toch gewoon... Poison, dus dan kan ik wel Boner inzetten. Oh, Pursuit. Nee, dat doet dubbel. Oh ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik bedoel, we hebben al eerder gezien hoeveel Pursuit deed. Het deed niet zo heel veel. Boomerang dan maar. Ah, en dan mist het. Revenge. Oké, dit is wel kut. Dit is wel... Oké, dat viel wel mee. Ik denk, dat is super effective. Of is het alleen... Nee, fighting is op rock super effective. Dat is het. Ik dacht verkeerd om. Hè, dat doe ik wel eens vaker. Ik bedoel, ik haal rock en groundhog altijd door de war. Hey, 360. Dat is wel grappig, vind ik. Dus ja. Poliwag. Of moet ik zeggen... Poly Swag. Oh, Sander, die grap was echt slecht. I know. Waar was ik? Oh ja. Ik vind op zich, weet je wel... Nu vind ik het niet zo meer. Weet je wel, dat hele anime. Ja, die Sun and Moon, dat ziet er ook gewoon belabberd uit. Ik bedoel, ik vind... Oké, daar hadden ze wel al die dingen weer verminderd. Laten we het daarop houden. Maar ze hadden wel, als het ware... ze hadden het wel goede art. En dat mis ik heel erg bij, hoe heet het? Bij die nieuwe Sun and Moon. En dat is ook de reden waarom ik het niet kijk. Ik heb het toen wel een tijdje nog geprobeerd. Ik bedoel, ik zag de eerste aflevering.
En toen dacht ik alsnog van, nee, ik ga het niet doen. Waarom kijk ik ook eigenlijk de eerste twee afleveringen? Want toen was het alleen nog maar de eerste twee afleveringen of zo. Nou ja, toen daarna heb ik het nog een keer geprobeerd. Alleen, ik vond gewoon echt niks aan. Ik bedoel, ik vind Sun and Moon qua games prachtig, geweldig zelfs. Maar, voor mij, weet je wel, het hoeft allemaal niet. Ik bedoel, dat lelijke, die lelijke artstijl, nee, daar haak ik op af. Ik vind het wel jammer dat Gummy Bear redelijk veel normal type moves heeft, maar we komen wel overheen. Trouwens, waarom heeft Bono de experience share? We gaan gewoon Isabella inzetten. Ik weet niet welke Pokémon erin komt, dus we gaan doen Isabella. Ja, top, oké. Okay. Doe maar Ice Wind, want dat is altijd wel goed. Dat doet het wel goed bij de chickies, of niet dan? Disable, oh, dan doen we toch Wake Up Slap. Dat is toch, dat is eigenlijk ook hartstikke dom van hem. Ik bedoel, ik heb Wake Up Slap en dan doen ze de Poison Point. Oké, okay, dat is minder. Maar kom maar goed. Maar ik bedoel, nu doe ik een super effective move tegen hem. Dus niet heel erg slim van hem. Aan de andere kant heeft wel de Defense Scroll, maar ja. Hè? Zoveel gaat dat niet doen. Nee, precies. Oké, okay. Let's go. En we gaan even de experience share van dinges halen. Oh, we kunnen niet. Oké, okay, dat vind ik best wel raar dat je niet gewoon naar boven kan. Ze willen gewoon per se van, yo Sander, doe even goed of zo. Nou, dan doe ik dat. Ik denk dat het handig is om Isabella, want Isabella is wel echt, echt goed qua, ja. Nee, die is gewoon goed. Punt. Die. Oké, dus dan doen we nu. Zullen we Lucky anders even voorop zetten? Want Lucky is ook wel sterk. Die heeft een beetje goede moveset. Dus ja, dat lijkt me slim. Dat lijkt me heel erg slim. Oké, waar gaan we nu naartoe? We gaan naar boven, tuurlijk. We gaan gewoon naar de gym nu. We gaan haar helemaal kapot maken. Hoop ik. Echt eerst zo heel, hoe zeg je dat? Eerst heel zelfverzekerd en dan ineens, nee, laten we het niet doen. Oh, ik dacht eventjes, heb ik nou per ongeluk toch de goede gedaan? Maar ik heb toch de fout gedaan, gelukkig. We doen deze gast even kapot maken. Oh, deze heeft ook weer één ding. Oeh, een Kadabra, dat is wel. Nou ja, gelukkig is het niet Gen 1. Want dan ben je fucked. Alhoewel, dan is Lucky ook heel sterk, want daar is crits gebaseerd op de snelheid en hij is heel snel. Dus dat is dan wel weer een positief puntje. Oké, hoeveel? Oh, recover! Nee, dat is wel balen. Maar we kunnen gewoon nog een keer feint attack doen. Oh ja, hij kan ook twee keer recover achter elkaar doen, Sander. Nou, dan gaan we voor een critje. Ja, terwijl ik het er net over had, hè. Dank je, Lucky, dank je. Ik hou van je, Lucky. Dat is wel grappig, want ik heb ook een kat genaamd Lucky. Hé, wat we nu ook kunnen doen is, want dit is de laatste vraag als het goed is voor de... Oh nee, wacht, we hebben een vierde vraag. Met wat was het antwoord op de eerste vraag? En dat weet ik nu al niet meer, dus als ik een progelijk goed doe, dan weten jullie waar het aan ligt. Was dat links niet? Ja, volgens mij wel. Volgens mij was dat links. Dus dan moet ik niet links doen. Dit is part flying, denk ik. Ik heb geen idee. Wie moeten we inzetten? We kunnen ook gewoon met Lucky deze man doodmaken. Faint Attack doet het altijd goed bij de chickies. Het is wel grappig aangezien jij ook echt een chick is. Zeg maar, ze is een meisje. En ik bedoel, ik zou er niet versieren. Maar, ik vind Mantike ziet er ook wel een beetje uit als een meisje, to be honest. Dus, ja, het is gewoon waar. Ja, ik dat is gewoon mijn mening, oké. Oké, dit is een Benuri, die kunnen we ook makkelijk verslaan. Want wij hebben natuurlijk Rock Smash. En op zich, Rock Smash is eigenlijk nog best wel een goede move, bedenk me nu. Hij is helemaal niet zo heel slecht. Ik bedoel, tuurlijk, er zijn sterkere fighting type moves, maar... Oké, dat doet niet genoeg om mij dood te maken. Dat is mooi, maar dat was wel risky. Dus we moeten safer spelen. Oké. Goed alternatief, Sander. Dat was een oplossing. Dat woord zocht ik. Waarom?
is het zo moeilijk voor mij om gewoon Nederlandse woorden goed te zeggen. Ja, Nederlands is niet mijn beste vak, dat had je al geraden. Ja, wees blij dat je niet met mij Nederlands hebt, want dat zou balen zijn. Oké, let's do this. Ik denk dat ik nu ga voor helemaal rechts. Oké, wat is het? Oh ja, 15 is het wel. Dus dan had ik het dus toch goed. Ah, omdat ik dan zat te twijfelen. Of was het toch 16? Wacht, het was. Nee, oh ja, het was 3 plus 5 plus 7, tuurlijk. Nou, dan doen we nog eentje en dan gaan we de gym die helemaal kapot maken. Dit is Flying Psychic, dus dan doen we gewoon Feint Attack. Confuse Ray. Oké, dat kan in ons nadeel zijn. Oké, maar dat is het niet. Nice. Dit is niet eens een 1 KO. Ik wist niet dat Xatu zo goed was. Ik bedoel. Ja, oké, het is natuurlijk wel een tweede. Een second stage. Me first. Wat? Oh, nou dat is gemeen. Doe niet. Doe niet, bitch. Oké. Nou. Maar hij is dood. Maakt ook niet uit. Hij is DOOD, zoals ze dat zeggen in het Nederlands. Wij kunnen nu ook wel met Lucky inblijven, want als het goed is heeft hij Mudshot. En Mudshot is super effectief tegen een Viper. Dus, Crunch, hoeveel doet. Oeh, dat doet best veel. Nee, niet in het zelf. Oh, fuck. Speed Boost, dat is wel fucking OP. Oh, moet je je voorstellen dat. Stel je voor, ze hadden abilities in Gen 1 en je hebt een. A Persian met speed boost. Dat is echt fucking OP. Dan heb je gewoon altijd crits. Gewoon. Dat wil ik. Dat wil ik ooit een keer. Als je het kan hacken, zeg maar, dat je ook abilities hebt. Dat zou best wel fucking vet zijn. Dat zou ik wel willen. We kunnen. Nee, we kunnen het er niet op gokken. Ik wou nog zeggen, we kunnen het erop gokken. Maar hij heeft en speed boost. Dus hij kan sowieso. Hij gaat waarschijnlijk eerder aanvallen. En dat deed nog best veel. Dus, oké, paralyzed. Oh, fuck, we zijn paralyzed. Oké, nou ja, hij deed poison tail. Hoeveel doet dat? Dat doet echt veel. Dit is echt erg. Daar moest ik aan denken toen ik zei, dit is echt veel. Oh, wacht, maar zijn speed gaat omlaag. Door, nou ja, dat maakt op zich niet heel veel uit. We gaan met boner in. Nee, wacht, dat was helemaal niet slim. Dat was helemaal niet slim. Want poison tail is best sterk. Oh, ja. Laat maar. Ik dacht niet na. Bone Club dan maar. Nee, niet Claire. Oké, nou ja. Op zich dat onze speed gehalveerd wordt, dat maakt niet zo heel veel uit. Want dat, ja, dat maakt gewoon niet zo heel veel uit aangezien onze speed geweldig is. Nee. Omdat zijn speed eigenlijk geweldig is. Oh, oké, cool. Cool. Oké, daar zijn we dan bij de gym. Ik zat trouwens net te denken toen ik dat hele stuk weer opnieuw, want ik ben even gaan healen. Ik zat trouwens net te denken dat in Platinum heb je een hele andere gym. Want dan heb je dat je in het donker zit, weet je wel, met al die skulls. En dan moet je mensen vechten. En dan volgens mij zeggen ze welke je moet hebben of zo. Dan zeggen ze welk vormpje je moet hebben. En dat is gunstig of zo. Magnabomb, hoeveel doet dat? Laten we dat eerst even kijken. Niet zo heel veel. Ik had trouwens ook nog eventjes wat potions kunnen halen. Maar op zich gaat het ook nog wel. Doe nog maar een keer met shot. Oké, dit is wel goed. Oké, mooi. Oké, dit gaat goed als we nu nog een paar hebben. Waar we gewoon super Pokémon hebben die super effectief erop zijn. Dan komt het wel goed. We hebben nog een Electrode. Dat is mooi. Want die kunnen we makkelijk met Boner van kant maken, denk ik. Nou is er één probleempje. Ah, dit is wel haar ace. Dus dit is de sterkste. En de vraag is. Nou, hoe makkelijk dit gaat. Maar het gaat eigenlijk redelijk makkelijk. Deze gym is tot nu toe best wel easy. Maar. Ja, hè? Ik zei dat en toen dacht ik. Ho, Sander, wacht. Straks komt er iemand en dan denk je van. Kut, wat heb je zo net gezegd? Maar het is maar een Sengoes. Dat is volgens mij niet heel erg. Ah, dit is een ace. Oké, ik zit nu te denken. Hij heeft ook slashes. Dus hij heeft een gedoe met een high
critical hit ratio. Dus dat is redelijk balen en dat deed zo weinig. Oh shit. Shit, zie, dat bedoel ik. Waarom heb ik dat gezegd? Oké, okay, hij is normal. Dus het lijkt me te handig. Nee! Oh. Oh, ik wist dat hij pursuit had. En alsnog... Kut. Nee, wat heb ik zo net gedaan? Oké, okay, ik ging naar haar uit. Omdat ik dacht, zij is ghost type. Maar, het probleem is... Hij heeft pursuit. Dat is super effective tegen ons. We gaan wake-up step doen. En kijken hoeveel het doet. Oké, okay, dit... Het kan... Als... Oké, okay, taunt. Oké, okay, dat is voordelig voor ons. Dan hebben we Wake Up Slap. Nou, is zij 6 levels beneden ons. Maar als het goed is, zijn we eerst. Hyper Potion, nee! Fuck. Oké. Okay. Hij kan nu Pursue doen. Als hij dat doet, dan zijn we fucked. Want... Dit killt wel. Oké, okay, ik dacht, dit killt niet. Maar dat doet hij wel. Dus Isabella gaat ook nog een level omhoog. Oké. Okay. Zie, we hebben gewoon... wat is dit? Wat is dit voor move? Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Cancel. Zoals je ziet, we moeten gewoon echt trainen. En daarom ga ik volgende aflevering Island Island doen. En ga ik nu nog eventjes trainen. Maar wat ik nu ook ga doen... Is de aflevering hier afsluiten. En ik ga Blastoise even gauw surf leren. Want dat is heel belangrijk. Oh, crunch. Oké, dat is wel nice. Wacht even. Ja, oké. Back. Crunch. Wie kan crunch? Even kijken hoor. Want dat is denk ik wel... Dynamic crunch. Oeh, dat is een goeie. Crunch. Ja. Als... Oké, die kan... Gummy Bear kan die ook. Maar Lucky... Ik denk dat hem... Kijk, Lucky is langer met ons. Dus ik denk dat Lucky meer gaat gebruiken. Aan de andere kant. Stop. Ja. Ik denk dat we crunch. Ja, we doen crunch wel voor Lucky. Oké. Laten we dit doen. Faint attack. Ja, want dit doet 80. Dus dat is toch wel echt beter. Alhoewel, dat heeft geen faal. Weet je wat? Ik stop even met crunch, want dit is niet wat we willen. Ik wil gewoon de aflevering afsluiten. Alleen, ik wou alleen surf aan Blastoise leren. Maar ja, dat, wat? Oh ja, ik heb hem al geleerd, alleen... Oh, wauw, ik let ook echt niet op. We gaan gewoon... Fuck it, ik ben nu al zo lang bezig. Ik kijk gewoon of er nog wat dingen zijn die dingen kunnen leren. Wauw, iedereen kan milk drink. Wauw. Wauw. Ik zit gewoon te rekken. Jongens, vond je dit een leuke aflevering? Doe dan een blauw duimpje omhoog als je niet. Vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe Pokémon Diamond. Waar ik weer mijn Pokémon's iets hoger level heb. Tot dan. En daar ben ik nog steeds. Je denkt vast. Sandy, je zou de aflevering eindelijk af gaan sluiten. Maar toen kwam ik Cynthia tegen. Dus ja, zei... Doe het nu zo van, hey, jij geeft mij dat old charm of zo, die we van haar hebben gekregen. En daar had ik eventjes niet aan gedacht, dus ja, dus dat moeten we nu eventjes gauw aan haar geven. En dat duurt best lang, maar, oh wat, hebben we het überhaupt gegeven? Oké, het zal wel. Nou ja, dit keer echt later. Wauw, wat een lang outro was dit.